doet een corporaal. Corporaal is die Willem. Deze man is corporaal. En corporaal heeft geen feest. Als je corporaal bent, kan je ook je eigen noemen, zoiets als King. Hoeft niet goed, hè. Maar je kan ook een corporaal die leider zijn van alle corporalen. En dan ben je misschien niet, ik weet niet wat je dan noemt. Maar je kan jezelf de koper noemen. Ja. Yeah. Koper of weet ik wat het was, of je dat bent. Die is zo wel genoemd. Maar jullie zitten allemaal daar, hier kom je wel eens en ik kom van die hele grote leger. Waar ik ook bij zit. Maar jullie zijn nou weggelopen. Dat is een aparte taal. Met allemaal corporalen. Ik ben eigenlijk niet te veel. De politie zijn veel. Je zit hier te schuilen met de moord. Je komt hier met je gang zitten. Je zoekt zoveel vrienden bij elkaar. En je gaat proberen één moord te doen elke dag. Op alles wat je kan stelen. Ja. Dus je hebt alles gestolen en je zit moord te doen. En de hele tijd probeer je met de pesten, maar je zit gewoon schuilen met een moord. Dat ik gewoon iemand zijn naam kan noemen en daar zit ze voor de schouder erachter. Jij en die blonde iedereen. Dus de hele wereld mag weten dat je gewoon een moord hebt gepleegd. En elke moord in de krant ben jij wel. En je hebt namelijk Superman te maken, dat vind je leuk, hè? Superman die bij de nieuws werkt. Moet ik elke nieuwe moord van jou gaan nieuwsen? Nou, je hebt te maken met de moord van die twee kleintjes die je hebt gemaakt hierachter. Dat is die Bassie van Bassie en zo. Die heb ik meegemaakt omdat ze dure kaart hebben. En ze komen zelf vanuit China dragen. Maar ze spelen altijd met mij in Prinsdracht in de muziek. En ze zijn iets ouder en ze hadden geen straf of zo, maar die mensen waren een beetje normaal. Ze maken muziek met mij. En we betalen altijd een ding en die heb ik voor mij gemaakt en die wil je een kaart hebben. Dus je loopt met een kaart van Bassie naar je maken. Eén van de Bassies. Ze zijn 12. Ja. Voor de rest schel je je partij met mensen die in de sport niet, maar in de leger van de wereld iets zijn. Admiralen, corporalen. Mijn heb je nog niet willen pakken, waarom? Ik ben een van de jongsten dan. Je wilt deze naast ook hebben. Die wil je hebben omdat hij een adjudant is niet, maar zo'n hele grote. Ding is admiraal niet, maar dat ding is luitenant, ja, de hoogste luitenant wil hebben. De hoogste luitenant is dat ding. Admiraal is, zijn mensen zijn een beetje geschoten, die wil je ook proberen te pakken. Het gaat erom, je zit te kijken welke mensen bovenaan staan en een beetje slapen ofzo, die niet weten wat ze moeten doen. Die normaal in de VN zit ofzo, die ben je aan het schieten. Top? Ja. Nou, je hoeft niet te schelden, want je hebt mijn oma geschoten voor brood. En daarom is het moeilijk voor mij brood kopen in de zaal. Ja. Daarom de wereld kan weten dat Willem is aan de zak. Ja, dan weet de orde. En jullie stinken ook naar uien. Waar heb je uien gestolen of zo? Heb je uienfabriek gestolen? Of zoek je nou een jongen die bij de uienfabriek woont? Nee, die zoek ik niet, maar er staat hier de naam Hobby. Oh ja, Joey is de zoeker. Oh ja, Joey ben jij. Dus ze zoeken jou. Want er is met de uienfabriek. We stinken naar uien en dan gaan ze hier stinken naar uien en dan gaan ze weer importeren en dan gaan ze weer schieten. Oké. Komt er misschien in de boerenhandel zitten ofzo. Het zijn allemaal boeren zijn allemaal geweest. Nee, zo wil ik niet praten. Maar je hoeft me niet te demotiveren. Want jullie zijn allemaal hier verantwoordelijk voor de moord in Curaçao. Jullie hebben allemaal te maken met de moord van al die mensen die elke dag in de krant staan vermoord. Dat hebben jullie allemaal gedaan. En ik denk van Willem heeft alles vermoord. Want ja, je speelt of je een king bent, maar je kan niet de prijs gaan uitdelen, want dan moet je van je eigen zak betalen. Dus daar, oh ja, dat is waar. Die nothing had the money, en die is fake. Die standing there with a few police only to shoot. I'm asking myself, Willem, are you shooting everyone who is from your team? From Olympics, Olympiada, to come back home, little. Is dat wat je doet, man? Misschien bij iedereen bij je team als je die zo die schaatsen bij jou zo. Dat is dat mijn doen met misschien. Dat is een eigen selectie. Al die Antillianen helpen jou mee met schieten. Zit echt bij jou daar in je ding te vreten en te schieten. Je hebt ook zo'n Bonavista, weet ik nog op club. Daar zit je niet in, maar die game zat je in. Ja, misschien. Ik ben nu op zoek naar
Nu de volgende schutter is in Room 44. Prepare yourself. Ja, oké. Okay. To go out and do an assignment for them. Oké, dat zou je doen. Ja. Your fault at home is accepting that he wants to be a leader of the East, maybe. I'm thinking of something else. He wants to be a leader in the East. So don't say that he's a king for one. Take all those things away. Unless you want to die then. Maybe you have some. Means when you have 25, when you are maybe 4,000 years married or something. And he comes to shoot your family. Because sometimes you know from your racist things you can see that. Okay. Then you get money. And then he wants to see the money himself. Oh. They shoot you and put you on the aces, and then when you're little, then you can enjoy your pillow time. Oh. Because you see those things. You were saying, oh, you also shot a guy in the easel, and like, because he had money on his account. Because now you can reveal yourself. You can gewoon praten over je moord als je zin hebt. Yes, so it's ook wel te schuilen van jullie hebben moord. Ja. Van die kool en. Paar moorden in Roosendaal dan? Ja, Roosendaal nog even. Allemaal ze schuilen zo, allemaal vies. Daar gewoon in de hole, de hole pack. Of meer. Dat een bleeding totally de hole. Zo in de muur in de weg. Ik wil zeggen dat de muur daar hebben. Oké. Yeah, you can see the plate sometimes behind the holy person. It means that they are controlling the food business when they're married or something. Okay. Then they always have something to do with the food. The market. They always tell somebody who has a market. And then put them on the waist and try to enjoy the credit card and everything. Okay. Okay, but okay, you murder someone, I just have to find out what. You murder some girls or something. No, you murder Andy, you are okay, yes. While you are just in the game new, but when you are new, your turn is gonna be soon that you're gonna murder something. Because everyone has to shoot one time to be loyal, okay? Okay. So, that is what one of my sons do, is murder and people. En ik probeer even, wakker te worden dat hij zoveel mensen heeft gemaakt. Elke keer een krant, een bericht is van hem. Maar hij doet het niet zelf elke keer. Elke keer met iemand anders kan het goed doen. Ja. Dus ik hoop dat ik wat nieuws naar jullie toe heb gebracht, dat je even wakker bent. Bedrijfsmensen van mij naar die kant in killen, want dan ben ik de baas van het bedrijf. Maar soms komt hij wel eens achter je aan. Ja, dat klopt. Ja, als je manager bent, dat een vraag naar mij. En hij staat in de weg. Oh ja, dat klopt. Dus dan killt hij je. Dus ga niet meer. Zorg dat je goed bewaakt en dat je niet meer komt. Zet wat meer managers in de ding. Ja. Gewoon in de straat naar de kijk misschien de managers en zo. Nee, zeg maar gewoon dat ik de baas ben. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat kan niet. Maar dat weet ik niet. Ik ben niet bang voor hem. Dat kijkt wel goed uit. Maar even mooi op de domste dingen. Je maakt fouten zelf een beetje. Want ja, wie gaat nou bellen naar hem als ik de king ben? Dat hij even een prijs moet komen maken. Dat hij de ijs zou komen. Ja, oké. Okay. Zo heeft die jongen in Nijmegen dat hij die op ijs ging schaatsen. Dus ja, dat moet ook niet dom doen. Also when you call off the government business, then you kill him. Because you don't have to call him for now. Because he's not the boss of the government, he's not in the government. He's a guy, a guy who's from Olympiada. That was given the prize. At the time it was a punishment. And he is also an ice skater or something. Yeah, you all are killers, you. What are you doing with you?
Ninja accounts zijn 0 till de. Nee, nee. 18 april de all start with 0, ja. Yeah. 0, ja. Yeah. En if you want to catch them, then you catch them, but it's a lot. So you can catch them. Ja. Ik wil met een account hier morgen. Wat is je eis willen? Want ja, je kan alleen maar blijven moorden en kijken hoe kijken we. Nee, zit kijken dan. Nee, misschien ben ik wel aan het kijken, maar ik zeg niks. Ja, maar je hebt zoveel mensen ook, hè. Ik zeg niks, hè. Maar dat je een killer bent, is ja. Oké. Want je weet van je weet ook niet wel. Die zakken, daar ben je ook niet, zeg je. Zakken kan een kind zijn van mij die naar jou is gegaan in die tijd dat je in Rusland daar zat te boeren. Een boer ben je van. En dan heb je allemaal te denken dat je koninginnedag hebt. Naast jou lopen in de stad. Ben je homo of zo. Protesteer dat je gewoon in zijn hoofd rond wil. Ja. Kom niet in de stad kopen. Oh ja, en hou je ons. Nee, ik ga daar naartoe toch? Ja, dat doe ik echt niet, maar ik ga gewoon, ja, dat ook. Dus je bent gewoon helemaal kapot. Je bent gewoon iemand die zoveel heeft vermoord, dat je gewoon dood kan doen. Heb je nou scheid aan op je dood gedood? Ja, maar zo loop je rond daar. Dan gaan er naar jou mensen die echt kunnen goor zijn en die slijmbaar zijn. Van een keer zijn ze dood als ze dat hebben. Dus denk maar niet, nee. You don't have to expect that you are rich never. So, bring all the money to me and think that you have to pay. Yeah, and pray that you only have 120 because you are sitting and thinking. No. After 18 April, the counties will let them through while sitting with another dance. Yeah. So, don't make sure that you don't come. That you can come and go to his own Russia and try to get another man to be the boss there. Because you want to be the boss over there. I don't know why you want to be the boss, because you have nothing like government. You have nothing to say. You just sit there and build me. Je zit je goed op de visa? Ja, dat kan wel. Hoe dan? Gewoon met een hele dure huis, hè? Nee, ik kan het niet naastbeelden. Nee. Om die naastbeelden? Nee. Met hem niet, hoor. Maar zijn naam is altijd Om. Wasmachine, ja. Dat is niet mijn mannetje. Oh ja, je doet de wasmachine, is wat die dan? Nee, dat is ja. Nee. Mijn gummer has no washing machine and you will have to pay. Yeah, oh yeah, that's what he wants. Nee, I know what you're gonna do. Because when we pay, he's gonna use an account to get money. He's holding it and let somebody get money from the cash machine somewhere else. He's holding my money, put it on your account to shine, and then you can pay. That's what he saw. Oh yeah, that a PC can do those things. Oh yeah. It's just with your hand you touch mine account. Yeah. And you hold it on this account. And then they can take money from a cash machine. That's what he does. Okay. So every time you see a lot of digits at me, then you can put this right here. Right here, like this one. Yeah. And then he has all this money to pay above. Oh yeah. Minus that. Yeah, maybe he stands this. Oh yeah. So that's what he does. Hold it here and then they see then you see money on your account and then he put it back. Nee, then it goes back and then it was fake that it was on your account. Yeah, it was fake that it's on your account. That's what he did. Okay. So we have to make sure that he's not going to put something on him, that my money is never going to come on our account. Oh yeah, that's what we have. Nee. You know how you do this? You know how they never can touch my money in this account? Nee, that's what he play every day. And then he goes to the cash machine and lets somebody take money. Okay. And he's selling. You know what it is? You just make sure that the cash machines only get $500. Oh yeah. Everywhere in the world you get only $500. If you need money, you go inside. Oh yeah, that one. And inside he wants to play it also. Yeah, we know. But then people have to double check if you have a lot of money on your account. You have to wait 3 days. Yeah, okay. And then we have to go check why he's on your account. Oh yeah. Then he wants to hold it maybe 3 days, but I don't know where he's holding it. Okay. My cash machine is not necessary because people don't need the cash machine. Yeah. I know what kind of business you are running here. You are sitting here and thinking that you're funny. I know that you are family from a girl or something that you made later again to teach me in this thing.
or whatever you're sitting, and you think that you're very funny, but I don't know you very good also, but you are sitting there and acting like you are the end, and then you can talk with a lot of people of the families and sit around to make me crazy, but I don't want to be with you, I have nothing to do with you, because the whole kingdom of mine has nothing to do with you guys. I have nothing to do with your whole fucking government, where you sit or whatever you're going to do, and I sit there deep. So I have nothing to do with you. You're just sitting in some generation that you are thinking to wrong. So get the fuck out of my way of life, or whatever you say. So the coins of Willem are not welcome anymore. Make sure that the coins are not welcome anymore. Okay. Get me a coin with my identity. Oh yeah, but there can be an identity match as well. Make sure you're not welcome. Okay. Yeah, it's very scary because he wants to get all the things, all the newspapers, all those things people are hurting, and then he wants to come and try to run those things. But those things are from the government, from your own country sometimes, and I have to get the money for your government, and those things will be about buying by your own government and your own things. And that's how I make the economy keep running, and then I got only 50 cents for those things. So what I know, what you're crying, I don't know. From the whole business, I think, and from your whole television watching, you pay maybe something like $12 or $15 a month or something. So that's what you do, and that's coming to me. So don't cry if you think that you are doing. Now, when a guy like this tried to run the Curaçao system, he's doing a lot of things like holding me down, make sure that I don't have money, and make sure that I not can buy a sandwich in the store. And that's what we're doing around here. So I have a big problem. That I don't can go to the bank also, because when I owe one time is going to this bank and leave this thing, then it's over. Then they rob in the bank. And I'm not allowed to go in the bank never, because that's what they've done in the past a few times. That's why I own the banks, and I'm not going to the banks. So make sure that it's building my social celebration in his life, that he's gonna sit down and be calm and be normal again, and go to jail maybe. And what he's shooting, of course I give it to him. But yeah, if you're not helping me, I'm not gonna solve it. They shot my grandma, they shot the lady, die heeft hij geschoten. En ik weet dat hij alleen maar schiet op mensen die geld hebben. So when you have money, then he shoots you. Okay. Because there is just you know the troops like Bonnie and Clyde, that's what they. Waarom? En daar heeft hij een reden voor niet, maar je mag niet meer geld hebben dan de koning. En dan ziet hij. Okay. Now that's why you maybe are all saying that he literally in law can shoot. Because when you have more money, then maybe he can shoot you. That's what he's like. Okay. That's why I have to smile at you then. No, because I feel there's a law that you can shoot. I say, I never say that I wanted to arrest you. Nee. But I say, don't let him through. Yeah, because you are disobeying. I know what it is. When you are playing not honest, he is going to play not honest. This one is not going to play not honest. And Willem wants to shoot. And Willem, you know what he's shooting? He's shooting girls who are doing adultery. He's doing his girls who get in the kiss by the same adultery himself. Okay. Those things you are shooting at. And then he shoots people who get money because they did something in a county that by culture or by law and culture they get money. Like maybe standing in the full sunshine, you know, sunshine. I don't know. Those things they are shooting. Because the law is very precise in there. When you have more money than the king, yeah, then he shoots you. That's why I say to you, just play along with the king, because I also don't have money to just play along. Here we have exactly what's going on. And you go something bang with on the Peseta Wag or something. Or in the 19, I could ride to a court and maybe be in the 19 bang. Oh yeah. It's in the bank if I come and I don't have any cops to shoot you, bang and put his own son to bed. That's what he tried to do sometimes. Oh yeah. I was on the bank to work there. Because the kids from then can sit around and be sure. Oh yeah. I
sometimes there are uncles for myself, or neither for me and my sons, then yourself also, but then from this family. Yeah. So that's what you play, really? Yeah. Ze zijn allebei thuis, ik weet niet. Wat deed al die moorden te doen? Slijten, zeg maar gewoon eens, moorden daar, gewoon eens daar is. Zie niet dat vuil. Zie niet dat al die energie te schuiven. Je hebt het toch een moord weg. Kom daar nou weer achter. Ja, als je nou bij koningin dag gelopen aan de juikant die ook ziet. Dus dan is het toch zijn koningin. Maar dan zeg je dat je kan kijken of je misschien de prinses wel eens ziet. Ja, echt. Zo dat hij werkt. Oh ja. Toch wel? Ja. En die mensen die je ziet van het reis, die zijn mensen die niet willen werken, hoor. Want ik werk en dan ben ik niet ziet. Oh! Dat zijn mensen die allemaal hier, wat anders zit ik hoor. Dus ik zie die dingen die schoonmaken, of die andere man schoonmaken. Hoor. Dus je kan me zien, hoor. Ja. Die anderen die denken dat die dat niet zijn man moet gaan, dat hij niet zijn leger niet moet gaan leiden. Die kan je zien, hoor. Ja. De andere die denkt dat hij brood moet gaan verkopen ofzo in de dure zaak, die kan je zien toch? Ja. Dat is, ja, dat is, dat is de, dus hij is nog, hij is nog steeds immuun. Dus je nee, immuun is die wel, nee, je mag fijn zeggen, mag schieten. Willem mag je schieten als je er bent, je kan naar Willem bij met mij te komen. Maar soms denk ik dat je hem ingeluisterd hebt. Nee. Nou, Willem heeft nu een graag gezien. Hij was gewoon een wonder om gewoon mij te bellen en hij dacht nog te kijken. Dat denk ik ook. Maar alles wat bij mij omgaat, moet je allemaal buiten hun doen. Je hoeft niet hem te bellen daarvoor. Want hij belaagt mij niet zo. Hij zei, wat kom je doen in onze rang van het spel? Oké. Okay. Hun zijn leger, corporale, admiralen. Die hebben andere zaken, die hebben met groot grond te maken en die hebben te maken met hele bossen en al die troep. En daarna krijg je die anderen die hebben te maken met hele boerderijen. En dan krijg je anderen die hebben te maken met kleine boerderijen. En daarna heb je anderen te maken die hebben te maken met water en de hele zee en al die meer. En daarna heb je mij die hebben te maken met economie. Economie is dat ik winkels heb en fabrieken. Oké, okay. En het land. Is gewoon, ik ben gewoon een jongen die lief is, dat ik alles over weten. Ik ben gewoon lief dat ik gewoon zeg van oké, okay. Ik heb zeg maar een paar leuke spelletjes ingebracht. Zoals een kookwedstrijd, nou alleen maar gaan koken. Dat is alles wat ik doe, want ik heb, zo, ik heb een feestje gemaakt van iets. Van gewoon leuk aan doen in Nederland. En als jij hier hem ervoor gaat bellen, dan zegt hij flikker op, maar als ik naar jou ga kijken, misschien valt hij zelf weer thuis. Dus daarom schiet hij anders. Oké. Okay. Want hij heeft niks met die ijs te maken. Ergens als je kijkt en als je dus heeft hij nou gelijk om jou te schieten? Om de vermoeidheid in je ogen weg te halen? Ja, hij heeft gelijk, want als een jongen bij, als een meisje bij hun zeg maar overspraak, dan komt hij zo halen brand en ik zeg schiet hij jongen ook. Dat is een fout, misschien die man zo. Of schiet die jongen. Nee, ik wil ben, ik schiet die jongen ook wel. Maar nou ben je toch legaal. Wat was jij maar moeilijk aan toen aan die dag? Oké. Maar die ene dag gisteren, dat je mijn oma had geschoten, dan moet je die meisje zeggen dat je nooit een arme meisje mag inhuren die een meisje kan bewaken. Je hebt een arme meisje ingezet om te bewaken dat mijn oma die geld geeft aan mij. Dat heb je gedaan, maar die wil die geld ook stiekem stelen met haar of niet. Maar het echte niet, en echt wel, toen was ik helemaal niet zoveel geld voor jullie. Een paar boterhamsandjes. Want ja, jullie zitten, ja, we zijn niet uit, maar ja, we zitten, zeg maar, is niet lang. Nee, je bent toch gewoon een boerijn, maar bloemen heeft hij niet, maar een paar van die coniferen, dat heeft hij misschien wel. Coniferen, nee, coniferen heeft hij niet, maar hij staat coniferen. Coniferen, ja, coniferen betekent dat hij een paar mensen... Je hebt zo'n fjorden, dan weet je wel,
is natuurlijk niet als een blubber zijn keeper. Met al die stunts, dat is een blubber zijn. Oké, yes. Ja, ik weet niet of je Ice-T hebt zien lopen een keer voor dit doen. Ja, daar staat hij zo geschieden als hem, toch? Ja. Nou, dat bosgedeelte, dat bosgedeelte beschermen. Dat is gewoon een beentje. Hij is van Canada voor je, leuk. Die is weer in de Canadian gang, Russian Canadian, in de Indus. Almost Ice is not the North Pole, but before the North Pole, you have two steps. Yeah, the first step before the North Pole. The first step, and then you have the ice, and then you have North Pole. Yeah, the first step, there you go. Okay, that is his work, that is his area, so he's doing something like, they are experts in this thing, in this cold area, and then you have the hot area that they are in the morass, you can say. Yeah. That's the thing that is, that's the ring of the corporal. Okay. The corporal is doing this thing, and they are shooting, and they are thinking that they're not legal. You know why you think that you're not legal? Because you forget that I'm in the body. Because you're not the police. Because I'm the one sitting in this and on the chair also to have the government. But yeah, you have now, you know that I have this, the key to the government. Yeah. Because the government is my house, my government that I open up to join to talk with people like you in Brussels. And then I talk with you in Brussels and everything. Okay. Yeah, we talk only in Brussels and those things by feeling and those things. There you do come to talk with the big guys, but you are the only one working with them, but you're not working because you have to gain. I know why you have to gain, because you are so scared, because if people take something, you know that you have those rocks that you put before your door and make a pad? Yeah. Then you have to pay with them when you have those rocks. Okay. Those rocks, white and black they are sometimes? Yeah. That's his money, that they are cayenne. Yeah. And if you are using those cayenne before your door or in the garden, then you have to pay. Okay. And that's what he's protecting, that he's still getting his money. Okay. And that's why he is a corporal and he comes from those areas and he's sitting in this area too. And other ones have a whole wood, where you have trees that we are using for making furniture. Then they have those things and then they are protecting those things and get money for them. Other ones are getting money for the farm. Other ones are getting money for bauxite. Bauxite is just normal stones. Then we have cement. Okay. Then we have we have all types of things that you can take from nature. Even water. Some fossil of water. Bronnen. Yeah, we have. Bronnen are barons. They have in bronnen. The ground is that you have sometimes water from those drinking or things or something. Those water fountains. And you can get water to drink from it, maybe, and they are giving those waters. And they have a lot, everyone has a lot of things, and he has men and Russia and everything. And they have, what is going on? They have a Russian safety gun in gang in my community. En dan zit je daar te zitten en dan zit je met hem te praten hoeveel geld ze moeten hebben met de grondstoffen die ze leveren. En allerlei, ja, kijk, soms de woedzakken, de woedjes kan er ook zo van derde kant hier, dus is betekent dat hij is voor ons. Ja, yeah. Is betekent everything was coming from Russia, what you need. And sometimes you don't take for Russia, but then you have to wait and then you have to take one day for Russia, then you have to pay them. And there's so much money that goes in their pockets, because I let another guy's ordered them and he's delivering them to me in the fabric again. So that's when I'm standing at the fabric point and the fabric is not always mine because the fabric on me also works. Others are working in. Okay. And then we have American guys who are working with the fabric. Heel veel is voor jou niet waar. It's not I don't have to lose I don't have to lose things, nothing. Those things are getting delivered to my fabric again, and then I can make a PC for you when you come. And I don't have all the things of the PC.
and the other one is making bubbles with rubber, and the other one is doing this, and the other one is doing this, and then you have the whole thing coming together. Okay. And that's what they are getting the money from making the screws and everything. Or a little plastic or whatever they make. And that's why I don't have everything, and every army has that thing, and yeah, you know those rocks, you can make something like also, yeah, this one, yeah, okay, you can make a house, your blocks, yeah, the thing that you build, yeah, these stones that you can also make from those little things, little stones, that little ones that they have there, then you can spend some house made. Yeah, and then you have to put this and this and this together, or something like, no, it's not stupid to make your house from little pieces. Yeah, okay, sometimes you put them in your house and then you have them in your plants are. Yeah, your flowers are, maybe something like that. Okay. Or your garden or whatever. Now the woman said, okay, but yeah. But you're sitting there killing me, I don't know why you're killing me, and I'm doing secret and bullshit. And everything behind my back. Now you know that there are two assassins, the maximum one, and they are legal assassins somewhere. Okay. If they make a mistake, then you can ask me. If they make a mistake, then I can go on. Okay. Not so far, they didn't make a mistake, though. Nee, goed ben ik, hij speelt wel heel vervaardig, maar hij speelt goed. Ja, zo goed kan je niet spelen. Ja, zo goed kan ik ook wel spelen, ik weet ook wel heel zo dat ik goed speel. Maar ik zei ook al, die jongen moet mij bellen. Dus ja. You all can think about it, though. And then you know what it is. And then you have to be normal. Maar waarom zie je die mensen die een boot aan de boterham met mij niet vaak steken? Want die zijn familie bij mij. Ik was daar, nee, ik moet betalen voor een boterham. Die doos zie ik, hè. Je moet altijd kijken wat je doet, man. Je ziet er met een leuke ding en echte leuke dingen zie je. Of moet je daar heel waarschuwing van brengen? Nee. These men is sneaky because sometimes they want to rule the whole world or so. So I'm going on. Ik ga even nadenken of ik hem moet zeggen. Ja, nu was hij mij weer pakken voor de hele wereld te leiden. Want mijn werk kan niet leiden. Dan wil je alles hebben ofzo. Mensen voor alles bij doen. Ik ben toch niet de baas van kiezelstenen. Ik heb nooit de baas van kiezelstenen gespeeld. Ik heb morgen baas van kiezelstenen gespeeld. Als je dat wil. Lach maar niet, maar die zit allemaal te pesten. En als je pest op een menselijk deel, dan zit je schuilen. En dan wil je die gevoel niet kwijt in een menselijk deel. Maar ik wil een menselijk deel. Ik weet niet, wie is laatst gekild? Nee, die jongens gekild en daar hebben ze nog één van het Rijks, hebben ze nog niemand gekild. Nee, die zit daar gewoon bij, die kilt ook mensen, die neemt die jongens over dingen. Die schiet ook mensen en zo. En die schiet, die zegt dat je maar moet luisteren. Maar ze komen altijd daarop uit, want ze hebben zelf een hele grote haat dat ze bij jou anders niet kunnen ademen. Ja, dat ding wel. Dus als ze niet kunnen ademen in jou, dan gaan ze schieten, dan wisten ze misschien. Oké, dat ik een boy. Dat ze mensen schieten en dan denken van ja. Daarom zegt die meisje maar uit, doe man, because when I when you then they all do. Hij zegt, nee. Oké. Heel familiar. So dus never stop. And try to avoid them. And avoid them because you have to pay straight. You're being like straight in your generation. And don't go to them crying. Because they're abusing and shooting also. You don't interfere with them. The king is something that you have to understand. I'm from the juniors. I just have a house and I do things in the government to make our kids feel pleasure. In the country, I try to do also the older laws for the big ones, but I mean, less necessary, but now it's necessary because the big ones are stealing. I only can go after the big ones when they are doing fall, when they make mistakes. Otherwise, I can't do it. And now he's shooting, and I have to say it's good, and sometimes he's shooting, and I have to say it's so, you have to look out on this one because he's not protecting me for a year, he's protecting his own gang and his own business. Because all those people who are sitting in the back in the house and ice cold water buckets and all those hot tubs maybe. We know them. Okay? They have something like a big farmhouse for most times. Sometimes they have almost for those big houses and like Kaiser's. But maybe they have more than two. I don't know what you think.
But nothing about it soon, it's like just one big house and one big villa and other houses around the village. So let's think about it.